Duizenden Nederlanders is ongekend onrecht aangedaan door het falen van politiek, bestuur en rechtspraak. Dit gaat over verwoeste levens, over de pijn en de ellende van heel veel mensen. We kunnen en willen niet lichtzinnig over het zware rapport van de onderzoekscommissie heen stappen. Dit is het moment voor een duidelijke streep, een breuk met een jarenlange politiek van wegkijken. Sorry zeggen is niet genoeg. Bij verantwoordelijkheid hoort verantwoording. Dat kan alleen door af te treden. De samenleving moet op dit moeilijke moment kunnen rekenen op de politiek. Daar staan voor mij twee zaken centraal. We moeten recht doen aan wat de slachtoffers is overkomen. Daarnaast moeten we de coronacrisis en de sociaal-economische crisis daadkrachtig blijven aanpakken. Het is niet eenvoudig om aan twee grote zaken tegelijk recht te doen, maar het is nodig. Het is in het belang van alle Nederlanders dat de politiek nu eensgezind en besluitvaardig optreedt. Voor kwetsbare ouderen die nu bijna aan de beurt zijn voor het vaccin. Voor verpleegkundigen en artsen die ontzettend hard werken. Voor ondernemers die zich nauwelijks nog staande kunnen houden. Voor kinderen en hun ouders die steun nodig hebben om uit de kansencrisis te komen. Het is tijd voor een nieuwe houding in de politiek. Een houding die uitgaat van mensen en menselijke waarden. Een politiek die oog heeft voor de noden van de kleinst mogelijke minderheid, het individu. Een politiek die bij het maken van regels uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. En een politiek die het vermogen behoudt te accepteren dat er soms ook wat fout gaat. Het ongekende onrecht waar duizenden Nederlanders mee te maken hebben gehad, wordt niet weggenomen of uitgegund. Helaas, dat kan ook niet. De politieke daad die wij vandaag stellen is wel een van een nieuw begin. Een begin van het herstel van vertrouwen.